Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering, een nieuwe top 10 op deze, op mijn kanaal. We gaan het deze keer hebben over de 10 hele slimme dierensoorten. Het gaat dus over dieren, niet over mensen. Mensen. Ja, want jullie weten allemaal dat de mens het slimste wezen is op deze aardbol, deze raar ding. En ik zie ook dat deze foto niet wilt laten, I don't give a damn. Maar dat maakt niet uit. Want we zien zijn hoofd wel. Laten we direct beginnen. Op nummer 10 staat de aap. Staat er zelf op. Net als mensen bedienen ook apen zich graag van handige oplossingen. Weet je. Apen zijn net zoals mensen, zou kunnen we zeggen. Toch de beste vergelijking van dieren. Een aap. Ik bedoel, een soort van mens, maar dan dommer. Maar ook slim natuurlijk, want ze zitten in de top 10. Oké, gaan we naar nummer 9, de olifant. Olifanten zijn gigantisch slim. Dat weten we allemaal. Heeft een prima geheugen, heeft grote hersenen natuurlijk, omdat hij ook zo groot is. Ze zijn gewoon slim, ik bedoel. Er valt niet veel over te zeggen hoor, ze zijn gewoon slim. Oké, op nummer 8 hebben we de dolfijn. Een dolfijn is altijd slim geweest. Gaat naar een dolfijnenshow en dan zie je het zelf. Ja. Maar dolfijnen zijn ook. Ja, ze zijn gewoon slim. Vooral ook in het overleven. Weten alles wat ze moeten doen. Kunnen hun eigen beschermen. Nummer 7, een schaap. Een schaap? Waarom een schaap? Wacht. De schaapproblemen kunnen op. Maakt niet uit. Schapen zijn gewoon slim. Nooit verwacht eigenlijk, want ik dacht dat de schapen heel dom waren. Ja. Oh my god, deze computer is zo vreemd. Ja, mensen, binnenkort koop ik nog een nieuwe PC. Geen computer, PC. En dan gaan we echt aan de slag, maar het is nog even wachten. En op nummer 6 of zo, weet ik niet, staat de rat. De rat heb ik al gehoord dat die slim is. Ja. Gewoon slim. Nummer 5 staat de papegaai. Logica dat die slim is, want de papegaai kan praten zoals een mens. Je kan hem dingen aanleren, hij verstaat toch alles, bla bla bla. Oh my god. Ik heb Effie mijn PlayStation opgezet. En ik speel Far Cry. En nu gaat mijn mannetje gewoon dood door een. Door een soort van bezel. Dude, dit is niet normaal hoor. Oké, boy. Op nummer 4 denk ik zat een hond. Honden zijn altijd slim geweest. Ik bedoel. Ja. Het is hetzelfde als papegaai. Kun je veel aanleren. Doe wat dat je zingen. Oké, nummer 3 zat het varken, ken ik ook al, ik wist het al, dus is speciaal, slim, oké. Nummer 2 zat de duif, logisch dat die slim is, want bij duifwedstrijden moeten ze altijd terug naar hun eigen plek, en naar, om te snelst naar hun huis vliegen. En hij kan alles onthouden zonder iets te zien. Dus hij heeft daar de feeling voor, denk ik. Oké, op nummer 1 staat de octopus. Wat? Oké, ik wist wel dat de octopus slim is. Maar ik wist niet dat dit het slimste dier was van allemaal. Voor de mensen natuurlijk. Oké. Awesome, ik vind het wel cool. In ieder geval, vond jij dit een leuk top 10, net zoals ik het vond? Doe dan een blauw duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En ik check jullie later. Doei.